Welkom, Amy, bij dit gesprek over jouw tweede roman, Het Boek van Alle Angsten. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, natuurlijk. Het is je tweede boek. Je debuteerde met Orenwoed. Misschien dat we dat ook nog even aanraken. Wat me meteen opviel, ook bij dit tweede boek weer, is dat je enorm talent hebt. Ik neem aan dat je ze zelf kiest voor titels. De eerste vond ik al fantastisch. Maar Het Boek van Alle Angsten, ja. Als je dat zo ziet liggen in de boekhandel, dan prikkelt dat op een enorme... Dat wil je lezen, toch? Ja, dat ja. Van Alle Angsten. Zo is het gegaan. Nou, gelukkig staan ze er ook allemaal in. we willen het natuurlijk uitgebreid over dat boek gaan hebben zo. Maar het leek me goed om, voor we uiteenzetten waar het over gaat, gewoon eens te beginnen met een stukje te lezen. Zodat we een gevoel krijgen bij de sfeer die je aan het begin al oproept. Dus ik zou je willen vragen om iets uit het begin misschien alvast voor te lezen. Er is nog een proloog en dan komt dit. Ja. En het hoofdstuk heet Nog 10 jaar te gaan, 7 september 2016. In de vensterbank van het biologielokaal strekt een tomatenplant, een van de zoetste leden van de nachtschadefamilie, de punten van haar bladeren en haar laatste gele bloesems uit naar het nazomerzonlicht daarbuiten. Ongewoon fel licht voor de tijd van het jaar. Licht dat voedt, licht dat je laat groeien. Licht ook dat je kan uitdrogen, kan laten verschrompelen. De balans is delicaat. Voor de 13-jarige mens die naar de plant staart, doet het er niet toe. Het licht, het strekken of de bloesems nog vruchten zullen worden. Voor haar is de tomatenplant het dichtstbijzijnde ding om zich aan vast te klampen. Een vluchtpunt. Als ze hard genoeg staart, moet ze in de plant kunnen verdwijnen. Kleiner worden, al maar kleiner. Haar ledematen krimpen, haar armen en haar benen verslappen. Elke vinger en elke teen trekt zich terug. Haar te grote neus, haar zo goed als niet bestaande borsten. Alle uitsteeksels worden langzaam naar binnen gezogen, de romp in. En die romp krimpt ook, totdat ze de grootte heeft van een kever. Op een aardbodem die overal zou kunnen zijn, ergens ver weg, lichtjaren van hier. Op een planeet waar geen mens te bekennen is, waar het leven pas net is begonnen. Een oertijd waarin de planten de heersers zijn, waarin alles wat ademt onschuldig is. Of zich in elk geval niet laat indelen in schuldig en onschuldig. Het groen boven haar hoofd zit zo stampvol leven dat het je zou kunnen verpulveren als het dat zou willen. Hier is Fana's nietigheid van het aangename soort. Een nietigheid waarbij je je bescheiden voelt, maar tevreden. Ze zet lichte stappen op de bodem van deze veelbelovende vruchtbare planeet. Laat een hand door de modder glijden en wrijft de vochtige zandkorrels samen tussen haar vingers. Net aardzand, maar dan beter. Je voelt gewoon dat iets hieruit tevoorschijn wil barsten. En zij is de eerste die dit aanraakt. Ja, nou, we zitten er geloof ik al in. Maar dan word je er wel gelijk weer uitgehaald op dat moment. Ja, we kunnen niet alles verklappen. Fana. We hebben te maken met een puber van 13. Je zit in een schoollokaal. Kijken we over de hele deze mooie scène niet te gaan ontleden. Maar wie is zij? Wat doet ze? In welk gezin zit zij? Wat is haar situatie aan het begin van het boek? Fana komt uit een gezin met een... kunt zeggen Nederlands, maar dat wordt nergens gespecificeerd. Nederlandse vader, Westerse vader en een Iraanse moeder. Mm-hmm. Zij heeft een oudere zus die nogal stoer is en zij is zelf wat minder stoer. Ja, als je dat zo wil indelen. In elk geval is zij vrij gevoelig. Mm-hmm. En zij kan heel slecht tegen de vreedheid van de mensen. En vandaar ook dat zij droomt van een soort vluchten naar een andere planeet. Ze is heel erg geïnteresseerd in het heelal en in andere mogelijkheden die daar buiten zouden kunnen zijn. Ja, ik zie, in deze scène zoals je haar beschrijft, deze enerzijds zou je kunnen zeggen een soort controledrang, of in ieder geval het willen verdwijnen in die plant om maar niet blootgesteld te worden aan wat er dan ook misschien angst opwekt. En van de andere zijde een enorm verlangen naar een ontsnappen daaraan.
En haar zus noemde ze juist even, die is iets ouder, geloof ik. Arissa, daar komen we later nog over te spreken. Ja, misschien moeten we daar nu nog niet over spreken. Zij zit in dat schoollokaal en even na deze scène lezen we ook dat ze een aantekening aan het maken is. En daarin stelt ze zich voor, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dan schrijft ze een aantal zaken op en dan wordt ze... op een later moment, misschien in de klas, niet misschien... maar dan merkt ze dat twee meiden bij haar in de klas haar opeens niet meer mogen. Zoals dat wel eens gaat op die leeftijd. En dan komen we in een soort tweede deel direct daarop volgend met Vico. Die, een jongen die we ook op school aantreffen... wat is Fico eigenlijk voor een jongen? Hij zit niet bij haar op school even voor het... Hij zit wel daar op school. Het is dezelfde school, maar het is een andere klas. Ja. Hij zit in een andere klas. Ja, maar ze zitten op dezelfde school. En dat is het mooie. Dat ze zijn dus wel in diezelfde omgeving. Maar ja, ze hebben daar nog niks eigenlijk met elkaar te maken. Dus ze zijn heel nabij en raken elkaar niet. Wat is hij voor een jongen? Hij... zit in een gezin met alleen een vader. En die vader, daar is het niet helemaal in orde mee. En hij loopt wat achter op de rest van de jongens qua fysieke ontwikkeling. Hij is wat iler dan een spierinkje. Ja. En hij heeft het daar heel erg moeilijk mee dat hij, dat hij zich dus zwakker voelt dan de rest... En hij probeert daar fysiek, wat aan te doen. Fysiek, maar ook op een ook verbaal, denk je? Nou, hij is verbaal wel sterk, maar dat moet hij nog... Ja, dat ontdekt hij in het begin, hoe hij daar... Ja, moet hij nog een beetje ontwikkelen. Ja. Ja, ik zit even te denken, want ze zitten dus op dezelfde school. Ik zit te denken, hè? Hebben ze dan les van diezelfde biologieleraar, die meneer Hennelen? Ja. Ja? Die komt nog ergens terug. Oh, die komt heel nog klein ergens terug. Rolletje. Maar... Ja, want die twee personages, ik vraag je er in het begin naar, Fana en Vico, die op de een of andere manier, ik vind dat een hele een fantastische compositie, blijven langs elkaar heen scheuren, om elkaar heen draaien, elkaar spiegelen. Door het hele boek lijkt dat terug te komen op een soort... ik vind dat een hele slimme manier om te componeren. Dus daar gaat eigenlijk ook wel een vraag over, denk ik. Want je boek bestaat uit twee delen. Het begint in 2016. Dan krijgen we 10 jaar... waarin we deze personages en hun gezin en andere mensen volgen in hun ontwikkeling. Ze gaan naar school, ze gaan naar de universiteit. Dan heb je een censuur van 7 jaar en volgt er een soort... stuk wat we misschien een futuristisch stuk kunnen noemen. Een soort speculatieve fictie. Er is iets gebeurd en daarna is er een soort nieuwe orde ontstaan. Zo heet het ook, het tweede deel. Zo heet het ook, ja. En dan opnieuw aan het begin van het tweede deel zien we eerst Fana, dan Vico. Dus dat is die spiegeling. Dat is eigenlijk wel een goeie. Er ontstaat een nieuwe orde in je boek. Maar je schreef dit afgelopen jaar voor het... uitbreken van deze hele pandemie. Dus dat is ook een beetje een raar meta-ding, vind je niet? Dat je voor de nieuwe orde waarin we nu zitten een boek schrijft over... Ja. Ja, dat is ook interessant dat veel mensen... Ik weet, er zijn mensen die me hebben gezegd dat ze in dat tweede deel ook corona herkennen en hoe we nu met elkaar omgaan. Yeah. Terwijl het wel iets heel anders is wat hierin gebeurt. Maar mensen zien elkaar wel als dreiging. Zie je nog een verschil in... ik weet niet of dat... Want volgens mij is het in september geschreven, vorig jaar. Nou, ik heb hier 4 jaar aan gewerkt aan dit boek. Maar het is... wanneer heb ik het afgemaakt? Ik heb het echt ingeleverd in... de corona was er al wel... Oh, het was ik denk, ik denk dat mei 2020 of zo dat ik het heb. Dus, Oké. Nee. Ik heb ook nog extra... Want het punt was veranderd? Ook... Ja. Ik had wel echt een probleem met corona. Dat ik dacht, oh jee. Nou, moet ik hier... Compositie. Ja, moet ik hier wat mee? Want
Ik ben inderdaad vanuit 2016 van dat punt is nog de wereld zoals die echt is. Maar wat er dan verder gebeurt vanaf 2016, dat wordt een ander universum. Net wat andere ontwikkelingen. Dus daardoor dacht ik ook van ja, in dit universum kan er dan ook geen pandemie zijn geweest. Ja. Maar ik had wel in het begin het idee om Vico, die bioloog is, om hem een virus te laten ontwikkelen. Oh. Ja. Maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ja, misschien had het dan wel nog wat beter verkocht. Maar dan zit je wel, dan wordt het ook een beetje te wrang. Dan zit je te dicht op wat er echt is gebeurd. Ja, nou, ik denk, als ik zo vrij mag zijn, dat het gelezen hebbende, dat het goed is dat je dat niet hebt gedaan. Ik heb ook een particuliere hekel een beetje aan boeken die al te zeer op de actualiteit willen zitten en misschien daardoor ook wat moralistisch of modieus worden. Ja, en het lukte hem gewoon niet, Vico. Want juist omdat hij bioloog is, merkte hij in mijn hoofd dat ja, je kunt zo'n virus niet controleren. Dus dan krijg je ook een chaos. Maar dat weet hij al. Dat weet hij van tevoren. Dus hij gaat dat niet doen. Nee, dat is heel flauw. Om iemand oh ja, inderdaad, het liep een beetje uit de hand. Nee, als jij die kennis hebt, dan weet je dat ook. Dan wordt het weer te geconstrueerd. Dan zie je de constructie te zeer. Ja, nou, dat is, ja, het kan gewoon niet voor zo'n personage. Het past niet. Nee, nou, dus hij heeft je gered, je personage. Ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind, want die Vico is dus iemand die een beetje schril is en zich nog verbaal moet ontwikkelen. Of ja, dat vindt hij althans zelf. Ergens in het nawoord van je boek, ja, ga helemaal naar het einde. Schrijf je dat je bedankt, geloof ik, iemand die het opneemt voor Vico. Ja. Een van je meelezers. Ja. Dus dat vond ik zo'n interessante zin. Dus wilde ik eigenlijk vragen van, hoe zit dat? Je had Vico op een bepaalde manier neergezet en iemand vond hem sympathieker dan jij? Of iemand, of je hebt na dat commentaar, nadat mensen het voor hem opnamen, heb je gezegd, ik ga hem wat sympathieker maken, ja. Niet helemaal zo, maar in zijn beginhoofdstuk kwam hij eerst, was hij wel erg zwak eigenlijk. dat is natuurlijk ook zijn probleem. Maar ik bedoel, niet alleen fysiek bedoel je? Nee, niet alleen fysiek, maar ook zoals het nu is, denkt hij wel van alles wat hij zou willen zeggen. En hij heeft wel zijn repliek in zijn hoofd klaar. Dat had ik eerst niet. Dus hij kon er eigenlijk niks tegen doen. Hij liet het gewoon gebeuren. En daarvan zei iemand van, daardoor voelde diegene niet meer met hem mee. Omdat hij, en dan is de switch daarna ook vrij groot, dat hij, doordat hij dan in een online gemeenschap leert hoe hij moet schelden, dat hij dat dan wel gaat doen. Nou, misschien moeten we dat nog even toelichten, inderdaad. Kijk, hij zit dus op diezelfde school. En we komen hem in je boek tegen tijdens, of voorafgaand aan de gymles in het gymlokaal. Daar schets je een schrille jongen die een broek aan heeft, waardoor de schrilheid misschien wat minder opvalt. Ja, die broek. Ach, dat moeten de lezers maar tot zich nemen. In elk geval zijn er dan twee pestkoppen in dat lokaal en hij is niet snel genoeg naar de gymzaal gegaan, waardoor die de gelegenheid krijgen om hem te pesten, zal ik maar zeggen. Dus in die zin is hij zwak. Hij kan nog niet zich verweren tegen de jongetjes die hoger staan in de pickorde. Dat is eigenlijk wat we even misschien nog moeten. En hij is zich daar heel erg van bewust. Van, zij staan ook hoger hij dan ik. Hij is zich wel hyperbewust, hè, op die leeftijd. Dus een intelligente jongen, zou je kunnen zeggen. En hij komt daar ook, hè, want Elias zit ook op die school. Hij komt daar ook Elias voor het eerst tegen. In dezelfde scène zien we Elias ook het gymlokaal binnenkomen. En Elias is natuurlijk iemand die ook een belangrijke rol in je boek speelt. Dat is iemand waar hij naar gaat verlangen op enig moment. En die uiteindelijk ook een beetje zijn plek in lijkt te nemen in die pickorde.
Hoe gaat dat precies? Ja, nou, Edas is eigenlijk in het begin een soort orde apart. Van dat is een jongen, daar komen anderen niet aan. Want het is een wat grotere jongen. Het is een gekleurde jongen. Hij is op die school, komt hij wel heel stoer over op de rest. Mm-hmm. Tenminste, in het begin. Maar als... Ja, als er wat in die rangorde verschuift, als dus Fico hoger in die rangorde komt, zoeken die pestkoppen weer naar een nieuw slachtoffer en proberen dat inderdaad van Elias te maken. Of dat lukt, is een tweede. Dat wordt maar deels uitgespeld, denk ik. Ja, dat denk ik Elias ook. Elias vindt in elk geval niet dat is gelukt. Nee, nou ja, dat betekent misschien ook wel iets als je dat zelf niet vindt. Ja. Vond ik ook heel sterk in je boek dat hij ineens Elias weg. Terwijl je gaat net als lezer, wil je meer van hem weten en dan tover je hem eventjes weg. Want Fico komt terug op school na de kerstvakantie. En de jonge Elias, waarna zijn verlangen toch enigszins uitgaat, al is dat nog zeg maar heel ontluikend misschien, blijkt niet meer op school te zijn. En dat is ook zo'n, voor mij als lezer lijkt dat zo'n scharnierpunt waarbij Fico eigenlijk misschien wat overgeld naar de pestkoppen in zijn klas en zich daarbij aansluit en ook zijn verbale vermogens ontwikkelt. Dus allerlei snedige opmerkingen gaat maken richting de gezamenlijke vijand voor pubers, de docenten misschien. Dat vond ik ook. Ja, wat zal ik daar eens over vragen? Had je dat vroeger nou ook in de klas? Dat soort jongens, dat zo... je had er altijd één of twee die zeg maar de leraar uitdaagden en die dan ook meteen het meest populair waren. Ik was meteen weer terug in vroeger. Ja, bij ons was het juist zo dat diegene die de leraar uitdaagde, dat wij daar... Die hadden een hele dubbele rol bij ons. Van... Die waren zeker niet het populairst, maar daar hield je wel rekening mee van... die kunnen zo uithalen. Dus daar ga ik niet aankomen. Ja. Dat maak je hier ook heel duidelijk. Ja. Die waren niet populair. Bij ons niet. Bij ons waren het... Ja, ik had er altijd een hekel aan, maar die waren wel populair. Ja. Nee, ik zit even terug te denken aan de schooltijd. Misschien ook van de leraar af, of waar de sympathie ligt van de klas. Ja, dat is ook zo, ja. Nou ja, we hebben dus Fana, Fico, Elias. Fana en Fico op dezelfde school, Elias ook. Fana en Fico worden gepest. Elias lijkt wat meer geharnast daartegen. Dat beschrijf je denk ik heel mooi. En dan vraag ik me eigenlijk af... Hoe voorkom je als je zo'n boek schrijft met een enorme opzet? Dus ja, het is toch een on-Nederlandse aanpak. Ik denk dat het van veel lef getuigt om zo'n speculatieve fictie te willen schrijven. Dat meen ik. Dat is echt, zie je niet vaak. Ik bedoel, Auke Hulst heeft ook zo'n boek. Hè, met twee broers in dat bos. Maar dit hier in Nederland te doen, dat maakt al nieuwsgierig. En hoe voorkom je dan als je zoiets doet, als je dus ook heel veel aan de actualiteit gaat raken, dat het moralistisch wordt? Heb ik dat voorkomen? Ik vraag het jou natuurlijk, maar ik vind dat de stijl het optilt naar iets waardoor het niet meer moralistisch is en literatuur is geworden. Ja, fijn. Is dat het antwoord? Dan is het gelukt. Goeie vraag. Ja. Ook wel voor mijzelf. Is het niet dat ik heel bewust dan... Ja, ik moet de stijl dan zo maken. Voor mij is het dat ik echt met die personages meega. Dat ik hen serieus neem. Dus dat ik niet denk... Nou, dit is de boodschap die ik wil uitdragen. En dat zij pionnen daarin zijn. Maar zij zijn ook dubbel. En zeker Fico is een moreel dubieuze figuur. En in deel 2 wordt Fana ook meer... moreel dubieus, dan is hij eigenlijk wat netter in zekere zin. Als je dat serieus neemt, dan is het hopelijk, denk ik, toch al niet meer al te
moralistisch. Nee, nee. Ik vraag me nu af... Nee, dat ben ik met je eens. Ik vraag me nu opeens af van... Wat is de moraal? Nee, zo erg is het nou niet. Dat doen we op het einde misschien. Ik zou niet weten. Nou ja, we kunnen het nog wel over de actualiteit gaan hebben. Maar ik wilde eigenlijk vragen van... Wat was nou... Die twee delen zijn toch echt wel heel anders. Gewoon ook omdat je over een nieuwe orde schrijft in het tweede deel. 10 jaar later. Hè, dan zien we opnieuw... Vico en Fana, we zien Elias in andere rollen. Er is iets gebeurd met die personages en met de wereld waarin ze leven. Was het nou prettiger of moeilijker om het eerste of het tweede deel te schrijven? Want het is echt een hele andere stijl bijna, zou ik willen zeggen. En het is ook, het tweede deel voelt voor mij heel filmisch aan. Ja. Het is meer van, oh, dit zou wel verfilmd kunnen worden. Het gaat eigenlijk van een roman, wordt het steeds filmischer voor mijn gevoel. Had je nou meer plezier in het eerste dan in het tweede deel? Of? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Want ik had in allebei, bij allebei de delen had ik plezier, want anders dan wordt er niks. Nee. Maar ik denk, ja, waar ik zelf wel mee worstelde tijdens het schrijven was... Juist de wat hardere scènes. En in deel 2 zitten meer hardere scènes. Yeah. En ja, dan is ook... Ik vind dat de stijl er dan ook bij moet passen. Dus dan, ja, dan ga je minder bloemrijk. Worstelen omdat het gewoon lastiger is om dat goed te schrijven? Om het goed te krijgen? Ja, want omdat je niet de uitvalsbasis hebt van een mooie stijl... Dat het echt om die actie gaat, vind ik het dan lastiger om het, ja, om het wel goed over te brengen zonder dat het te plat wordt. Ja, die balans vinden. En dat, het kan dan wel, doordat zij hebben wel nog allerlei gedachten en daar kun je dan wel wat meer je eigen lyriek wat meer loslaten. Maar als het zo'n filmische scène is van buitenaf beschreven, vrij kil, dan heb je dat niet. Dus... Ja, dan moet je iets anders aanwenden. Ja, uit je... wat ook, het heeft ook wel weer wat, maar ik vind die afwisseling dan wel. Zijn. Ja, want hoe gaat dat? Hè? Je schrijft zo'n boek, heb je dat dan van tevoren al uitgedacht hoe het gaat in die twee delen? Of ga je na het eerste deel het tweede deel echt bedenken? Ik ben dit boek 2 keer opnieuw begonnen. Okay. Want eigenlijk is een van de eerste scènes die ik heb geschreven, is de eerste scène van het... Nee, is een van de eerste scènes van het tweede deel. Dat er een... Je ziet dat kantoorgebouw waar zij allebei werken. Oh ja, daar gaan we andere, nog over andere ja. tijden. Ja. Waar zij een zorgverlener is en hij een kwetsbaarheidsanalist. Ja. Dat is een van de eerste scènes die ik heb geschreven. En een van de laatste scènes van deel 1. Waarin zij naar haar balkon toe gaat. Het is superheet. Ze treft daar een wezen aan dat is gestorven. En, ja, dat is een hele mooie scène. Dat is het begin van het einde. Ja. Dus die twee dingen heb ik eigenlijk als eerste geschreven. Ah, okay. En daarna ben ik die hele ontwikkeling van Fana en Vico gaan volgen. Dus daarna is het wel weer lineair gegaan. Ja. Nee, dat is heel leuk om te weten. Ja, dat is een hele mooie laatste scène. Van het eerste deel, vind ik, hè, op dat balkon. Misschien even terug ook voor de mensen naar het verhaal. De middelbare school, Fana en Vico worden gepest. Elias verdwijnt uit beeld op enig moment. En dan gaan Fana en Vico studeren. Fana gaat psychologie studeren. En Vico biologie. Tijdens die studie, wat gebeurt er met die twee mensen? Hoe voelen ze zich? Voelen ze zich al beter dan tijdens hun middelbare schooltijd? Of blijven ze worstelen met hoe ze in hun omgeving moeten passen met hun angsten? Natuurlijk blijven ze worstelen. Ja, en vooral voor Fana, want
Voor Fana is het eigenlijk niet zo cruciaal dat ze gepest wordt op de middelbare school. Het is ook niet echt pesten, ze wordt gewoon haar beste vriendinnetje laten vallen. En ze moet dan haar eigen rol zien te vinden. Een milde variant van pesten. Ja, pesten klinkt ook gelijk zo stom, vind je niet? Oké, nou, ik krijg het woord niet meer. Ze hebben problemen met hun klasgenoten en hun rol in de klas. Prima. Maar wat er al gebeurt tijdens die middelbare schoolperiode is dat Fana een nogal dringend studieadvies krijgt om psychologie te doen, terwijl dat eigenlijk niet is wat het allerbest bij haar zou passen. Maar goed, dat rolt uit de computer. Ja. En zij gaat dat doen. Zij past zich aan. Dus dat is haar ontwikkeling daar. Dat zij dus binnen die grenzen die voor haar zijn gesteld, of waarvan ze denkt dat die voor haar zijn gesteld, probeert iemand te zijn. Ja, want zij is dus een vrouw van kleur met een soort interesse in beta, in planeten, sterrenstelsels, wolken. Maar als vrouw van kleur wordt zij, zeg maar, vanwege een algoritme een bepaalde kant opgeduwd. Het is een soort, ja, dat raakt ook wel aan de actualiteit misschien. Dat je zegt dat mensen bijvoorbeeld hier uit Rotterdam-Zuid wat minder snel op de universiteit belanden. Of ga jij maar lekker in de zorg werken. Ja. Afhankelijk van ook het opleidingsniveau van je ouders althans. Ja, wat we in klas hebben gezien, maar dat wordt hier dus via een computer. Ja, dat rolt uit het algoritme. En het wordt niet zo expliciet gemaakt waarom dat is. Er wordt alleen gezegd van nee, voor jou lijkt me dat beter. Maar mag zij wel een andere keuze maken? Dat is de vraag. Dat is de vraag, hè? Dat preludeert al op het tweede deel. Voelt het niet alsof ze een andere keuze kan maken uiteindelijk. En dat heeft ook te maken met haar moeder, dat ze die wil beschermen. Maar, ja. En haar zus, Arissa, ja, dat vond ik zo pijnlijk. Die gaat met dat verhaal aan de haal in het boek. Dus die maakt wereldkundig via, ik denk, social media. Het is cursief in het boek. Ja. Oh, zij heeft een vlog, ja. Wat haar zus is overkomen. En haar zus, Arissa dus, die maakt dat wereldkundig en die wordt een soort activiste in dat deel. En die neemt het eigenlijk niet meer. Alles wat ze ziet als onrecht en, als onrecht, denk ik. Daar gaat ze een soort activistische rol in spelen. Terwijl Fana wat bedeesder op de achtergrond probeert haar leven te leven, zou je kunnen zeggen. Op die universiteit worstelt ze nog steeds. En Vico, die zit daar dus ook, die lijkt wat minder te worstelen op die universiteit. Althans, die lijkt... Ja, hij heeft in elk geval de studie gekozen die hij graag wilde kiezen. Dat helpt al. Ja. Nee, zijn probleem ligt meer in het relationele, intieme. Ja, hij gaat... hij zoekt aansluiting bij een groep jongens. De trotsers, trotse jongens. Dat vind ik al zo interessant eigenlijk. En dat wordt eigenlijk verhevigd. Hij ontmoet Kevin. Een van de jongens van het genootschap van Trots en Eer. En hij lijkt zich daar een soort geborgen te voelen. Wat voor jongen is die Kevin en waarom voelt Vico zich zo aangetrokken tot deze groep? Want het lijkt toch een gevoelige jongen. Ja, maar Kevin is... Ja, ik vind hem ook heel leuk. Het is gewoon een hele... Echt? Het is een hele loyale jongen. Hij blijft ook vrij tot het eind wel zijn vriend. En hij heeft ook volgens mij tot aan het eind dezelfde relatie. Dus dit is echt iemand die geeft om de mensen die direct in zijn omgeving zijn. Wat bedoel je met tot het eind dezelfde relatie met zijn vriendin? Ja, met zijn vriendin, maar dat is een heel klein ding. Dat is ook een plus. Ja. Zo'n soort jongen is het. Van ik heb hiervoor gekozen en daar ga ik voor. Loyaal. En vooral ook heel erg humoristisch. En het is iemand die... het is wel ook een heel egoïstisch iemand. Het is een beetje de...
Ik heb hem eerder met Klaas Dijkhoff vergeleken. Ik weet niet of dat nog eerlijk is tegen Klaas Dijkhoff. Die heeft volgens mij ook een beetje ingezien dat hij een beetje ver ging in bepaalde uitspraken. Maar ja, het is een Klaas Dijkhoff van een paar jaar geleden is Kevin wel een beetje. Iemand die, ja, gezellig om bier mee te drinken. Ja, oh, ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Want natuurlijk, met de personages heb ik, ja, sympathie voor, ja, voor alle personages op verschillende vlakken, maar ook antipathie soms natuurlijk, zoals dat gaat gelukkig. Maar aan Kevin had ik echt een bloedhekel. Oké, leuk. Waarom had je een bloedhekel aan Kevin? Misschien is die humor van Klaas Dijkhoff niet aan me besteed, maar dat kan nog. Dat is prima. Nee, meer omdat ik denk, wat wil je nou de hele tijd? Een soort reddersrol. Ja, dus wat heb jij nodig van Vico waardoor je hem steeds van dienst bent en ter wille wilt zijn en wilt insluiten in de groep en erbij wilt betrekken? Ik zie dat als een soort narcistisch belang van hem, wat ik niet helemaal... Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon een hekel aan die jongen. Ja. Ja, maar hij heeft over Vico wel besloten, dit is mijn vriend en daar kom ik voor op. Maar dat geeft hem natuurlijk ook, in zekere zin vergelijkbaar met Elias, het geeft hem ook een machtspositie. En dat vindt hij natuurlijk ook lekker. Ja, het is natuurlijk ook, ja, dat klopt wel. Ja. Het is ook een soort broederschap. Want in zekere zin zou je kunnen zeggen dat Kevin, die dus helemaal in dat genootschap van trots en eer, laten we zeggen, een soort Forum voor Democratie-achtig clubje is beland. Ja, althans, zo heb ik het gelezen. Dat mag, ja. dat hij ook een soort Elias spiegelt eigenlijk. Elias is heel anders, zit meer aan de kant van, nou ja, die komt ook een keer naar een bijeenkomst van die groep. Zegt daar iets wat tegen de gemeenschappelijke opinie ingaat. Rekent af met de onzin die er misschien wordt beweerd door de spreker. En dat vind ik zo interessant, dat Kevin heeft eigenlijk twee vrienden of mensen die dicht bij hem staan. Ja. Dat is Elias en Kevin. En die twee zijn zeg maar twee werelden op zichzelf, uit elkaar. Heb je dat bewust zo gedaan, dat die twee personages elkaar zo... Ja, Vico had natuurlijk een conflict nodig. Ja. Ja. Maar het zijn wel in zekere zin dus ook vergelijkbare mannen. Het zijn wel sterke mannen, ieder op hun eigen manier. Mm-hmm. Dus voor mij was die aantrekkingskracht voor Vico wel heel duidelijk. Van dit is eigenlijk hoe hij meer wil zijn. Hij voelt zich aangetrokken tot sterke mannen. En dan ten opzichte van Elias op een erotische manier. Ja. Wat ik ook mooi vind, want op die universiteit gaat Vico meer de kant op naar mijn smaak van Kevin. Ja, dus hij vindt daar een soort familie bij dat genootschap. En desondanks blijft hij naar Elias verlangen. Dus in zekere zin is dat hele politieke wat tegenwoordig in deze tijd, even over de actualiteit, steeds belangrijker lijkt te worden, ook in persoonlijke relaties. Dus hier nog niet... helemaal doorslaggevend misschien voor... misschien zeg ik dat te sterk. Laat ik het anders zeggen. Het is behoorlijk doorslaggevend. Ja, ja. Maar Elias kan daar in het begin heel goed overheen kijken. En voor Vico is dat clubje waar hij bij zit... daar is hij niet bijgekomen in het begin vanwege de politieke. Dus dat is ook niet... Dat is voor hem wel een ding. Maar... omdat dat niet was waarom die erbij zat, is het ook makkelijker voor die twee om voor Elias en Vico om wel iets samen te beginnen. Ja, ik zit nu te denken. Dus we hebben dus Vico die zich aansluit bij Kevin en de zijnen in dat genootschap. Dan komt die Elias dus tegen op een bijeenkomst. Dat verloopt heerlijk ongemakkelijk. Ja. En het leidt uiteindelijk toch tot een afspraakje. En ja, als ik even die sprong mag maken... tot een soort situatie waarbij Vico en Elias geliefden worden. Zelfs gaan samenwonen. Vico nog een beetje weifelachtig. Dat is heel moeilijk voor hem. Dat is heel moeilijk voor hem, hè? Hij kan zich niet...
overgeven? Of waarom is het zo moeilijk om met zijn geliefde te gaan samenwonen voor hem? Dat is... het is een intimiteit waarvan hij bang is dat hij hem zal onthullen als niet goed genoeg voor Elias. Ja. Ja. Daar komt het eigenlijk wel om neer. Ja. En dat, ja, Fana heeft dat ook een beetje op de universiteit. Dat is echt wat ze delen. Dat delen ze. Ja. Ja. Hoe manifesteert zich dat bij Fana als ze op de universiteit zit? Nou, bijvoorbeeld dat zij daar ook een vriendschap op doet, waarvan ze ook denkt, je vindt mij nou wel aardig, maar als je me echt kent, dan... Als je me echt kent, dan zul je wel weer weggaan. Dus ja, dat hebben ze allebei. Ja. Hoe zou je dat als... je hebt ook psychologie gestudeerd. Hoe zou je dat... is dat een soort... psychologisch fenomeen, dat je bang bent dat iemand je volledig leert kennen en dat dus niet aan durft te gaan. Ja. Maar het is zo jammer om er dan weer labels op te gaan plakken. Ja, ik denk dat het in plaats van stoornis, want precies, dat is ook zo'n nee. Onzin, het is ook gewoon menselijk. Het toch? Is heel menselijk. Het is behoorlijk kwetsbaar en dat is moeilijk en beangstigend. Ja, en als je eerder de deksel op je neus hebt gekregen, dan is het ook extra moeilijk om te denken van... ja, nou zal het wel goed gaan. Ja. Of niet aan mij. Nee, als je eenmaal een keer... Het wel aan mij. Ja, het is heel moeilijk om dat, als dat vroeg gebeurt, misschien... dat vertrouwen weer terug te krijgen misschien, ja. Ja, ik zit nu te denken, als we het nu even over... dat is ook een angst natuurlijk die in je boek naar voren komt. De angst om jezelf te geven, om intimiteit aan te gaan, om je lichaam te delen of te laten zien... Ja. Of je daar ongemakkelijk mee voelen. Dat is een hele belangrijke... Zeker voor Fico is dat echt cruciaal. En dat... Ja, dat... Dat daardoor is zo'n groep jongens... die zich zo onkwetsbaar voordoen... is voor hem ook zo aantrekkelijk. Ja. Zij schamen zich niet voor hun lichaam. Ze zijn allemaal gespierd, opgepompt. Wat zit daarachter? Precies, ja. Ja, ja. Ja, het is makkelijk om die sterke façade te hebben en dan niks te laten doordringen. En dat wil hij ook wel. Maar hij weet ook dat hij... Dat is hij niet. Dat kan hij eigenlijk niet. Dus hij is daar de hele tijd tegen aan het vechten. Ja, in die zin zijn ze allebei, wat ze delen, wat we eerder zeiden, de onaangepaste. En deel 2 ga je het hebben over. Daar komen we dus nog op terug over mensen die als onaangepast worden gezien. We moeten dadelijk wel naar deel 2, zie ik aan de tijd. Over die angst nog even. Heb je bij... Maar dat is wel interessant, want ze zijn inderdaad eigenlijk die onaangepaste, maar zij worden niet beschouwd door de samenleving als onaangepast, want ze kunnen zich voordoen als wel aangepast. Ze hebben een masker op. Ze hebben een masker op, ja. Ja, ja, en dat kan wel nuttig zijn in die samenleving die zich voortdurend verhardt. Het is noodzakelijk. Ja, het is zelfs noodzakelijk. Oh ja, in het tweede deel wil ik dan over maskers hebben. Ik vroeg me af, bij het componeren, is dat ook een iets wat je bewust hebt gedaan? Want we gaan zo naar het tweede deel. Dat je denkt, wat Fana zich aan het begin van het boek afvraagt, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En wat ook in het college dat ze volgt bij mevrouw Kaminska, als ik het goed uitspreek, terugkomt. Heb je ook, zeg maar... qua compositie gedacht, oké, dit is het personage, wat het is het ergste wat hem of haar kan gebeuren? Of is dat helemaal geen strategie geweest om na te denken over de ontwikkeling van de personages? Ik zei eerder al, ik heb die personages gevolgd. Yeah. Dus ik wist nog niet aan het begin wat er met hen zou gebeuren. Het was voor mij soms ook schokkend wat er gebeurde. Maar wat ik wel, waar ik wel over na heb gedacht, was inderdaad dat die vraag van wat is het ergste wat kan gebeuren, daar wil ik wel mee verder. Ik heb niet voor niets het een dystopie gemaakt, of speculatieve fictie. Dus daar moeten wel dingen gebeuren die overeenkomen met angsten die we nu al toen in 2016 hadden. Is dat ook iets wat je als...
mens als schrijver geneigd bent te doen? Gewoon zelf, van alles altijd tot in de uiterste consequentie doordenken? Of is dat... Ik denk wel in doemscenario's. Ja. Dat vindt mijn vriend heel vervelend. Ik nou, denk altijd al, niet ook doet. Ja, dan gaan we die trein dus niet halen. En dan... maar dat is voor mij ook kalmerend. Want dan denk ik al, dan gaan we die trein dus niet halen. En dan moeten we zorgen dat we in die stad kunnen overnachten. En dan heb ik alles al veilig, afgedekt. Nee. Een beetje wat Fana doet, probeert. Hm. Want ja, zij... Hm. Moet er ook achter komen van die controle heb je gewoon niet. Ja. Er gebeurt altijd wel weer wat anders wat je niet had voorzien. Ja, dat is natuurlijk makkelijker tegen jezelf te zeggen dan het ook daadwerkelijk te. Ja, zeg maar, daarna te leven. Voor haar althans. Ja, controle is. Angst lokt controle uit. En ja, dat gebeurt op verschillende manieren in het boek. We gaan naar deel 2. We hebben 10 jaar Vico Fana, haar zus Arissa, Kevin van het Genootschap van Trots en Eer gevolgd. En dan gebeurt er iets, een ramp, een ecologische ramp. Dat mag ik allemaal nog zeggen, toch? Hè? Ja. En dan belanden we 7 jaar later. Dus als ik het goed begrijp, gaan we van 2016 naar 2026. En dan is er een soort 7 jaar. Een soort stilte, na de storm zou je kunnen zeggen. En dan komen we in een nieuwe orde, een beangstigende orde terecht... waarbij Fana werkt als... Ja, ze werken allebei in hetzelfde gebouw, dat heb ik dan wel begrepen. Dat gebouw heet MK, Menselijk Kapitaal. Ja, dat is het bedrijf. Dat is het bedrijf, ja. En Fana is een soort therapeut... En Fico is kwetsbaarheidsanalist. En ja, zij werkt 's nachts op die kamer. En Fico overdag. Ja. En wat doen ze daar? Dit is leuk om allemaal te verzinnen. Ja, dat, ja. Dat is wel, wat dat betreft had ik wel veel lol met deel 2. Van, oké, nou heb ik gewoon vrij spel. Dit is mijn wereldje. Ik ben niet meer gebonden. Ja, ik ben niet meer gebonden aan wat er nou bestaat. Ik kan gewoon... losgaan. Hij heeft een soort beroep waarbij hij moet analyseren welke diersoort op het punt staat om uit te sterven, zodat de klanten van het bedrijf nog snel even die diersoort. Je bent wel heel breed voor hem. Ja, ik heb toch wat van Kevin in me, kennelijk. Ik weet niet. Ja, maar nee, dit was voor hem wel de meest gepaste angst, straf. Oh ja, straf, ja. Ja. Dus dat die klanten dan nog snel dat dier kunnen zien voordat het uitsterft. Dit is al een gegeven in de wereld, maar dat is hier geprofessionaliseerd. En met allerlei datasystemen die ze hebben, komen ze ook vrij ver in bepalen welk dier dat dan zal zijn. Ja, technologisch gezien zijn we een stuk verder. Of verder in een totaal andere wereld. En Vico, Fana bedoel ik, die werkt op diezelfde kamer 's nachts. En zij geeft een bepaalde, ja, je moet me corrigeren, een soort therapie aan mensen. Mensen hebben allemaal een soort waarde, vertegenwoordigd door een saldo. En de therapie die zij aan mensen geeft, dat is eigenlijk aan mensen die zich... niet aan kunnen passen aan het systeem, is dat het? Ja, en doordat die mensen zich niet aan kunnen passen... zakt dat saldo verder weg bij de meesten. En lopen zij het risico dat ze naar dat gebied voor de onaangepaste worden gestuurd. Dat moeten we nog even zeggen, denk ik. Het buitengebied, dat is na die ecologische ramp de plek waar de onaangepasten vrijwillig of verplicht zijn gaan verblijven. Of een combinatie daarvan. Je kunt er ook naar verbannen worden, begrijp ik. Je wordt er vooral naar verbannen. Vooral naar verbannen. Ja, het is niet zo... Ja, en dat is een grote angst. Ja. Want in dat buitengebied... daar heb je niet allerlei dingen voor handen. Zoals bijvoorbeeld de zorg die je misschien nodig zou hebben. Mensen hebben het vergeleken met de Palestijnse bezette gebieden.
door Israël bezette gebieden of sloppenwijken, favela's. Het is zo'n soort vluchtelingenkampen. Ja. Ja. Ja, het is een afgezonderd gedeelte, bezet gebied. Je hebt er bijna niks en als je ziek wordt, dan heb je een groot probleem. Dus ja, daar willen de meeste mensen toch liever niet heen. Nee, en Fana die probeert dus vanuit haar rol de mensen nog terug te duwen naar de bestaande orde. Binnen de samenleving te houden, ja. Omdat die mensen dat zelf willen. Ja. Ja, en de manier waarop ze dat doet is fascinerend om te lezen. Of waarop zij dat doet. Ze heeft een heel team. Er wordt agressietraining gegeven. Ja. Je hebt nu al assertiviteitstraining. Nou, één stapje verder is agressie. Ja, dat is de ultieme consequentie. Wat gebeurt er tijdens zo'n agressietraining met de mensen? Want ze botsen tegen elkaar op. Ze moeten eigenlijk leren te overleven in... Ja, ze moeten dominant zijn. Dat is wat ze leren. Ja, ja. De dominante partij zijn. En als ze dat dan hebben gedaan, ja, dat moeten de mensen maar lezen, dan merk ik een soort verlangen bij die mensen. Dat beschrijf je naar... Wat ook onderdeel is van die therapie, dat is de rustruimte. En die fascineerde mij zo, want daar gebeurt iets waar ze steeds naar terug willen keren. Ja. Wat gebeurt er in die rustruimte met de mensen? Wat krijgen ze daar wat aan hun behoeften tegemoet komt? Ja, die rustruimte, dat is echt een soort opium. Het is de plek waar ze eigenlijk hun mooiste herinnering kunnen herbeleven. Dus verloren geliefde of wat dan ook, kunnen ze daar dan weer zien. Dus, en dat kost saldo. Ja, dus, dat kost saldo. Ja, dus het is een hele gemene constellatie inderdaad. Maar dat bedrijf vaart er wel bij. Ja. Ah, dus op die manier draait dat bedrijf door. Ja. En Fana zit in die rol omdat het algoritme had nog helemaal bepaald dat ze psychologie moest gaan doen. Ze is overigens op dat moment haar zus en familie helemaal kwijt. Ja, dat buitengebied waar de mensen dus naar verbannen worden... en wat je dus vergelijkt met een soort Palestijns bezet gebied... dat is ook een plek waar... Ja, anders heeft hij vergelijk gemaakt. En ik ik vind hem ook passend. Dat is ook een plek waar Vico regelmatig... naartoe gaat. Want het is in die zin niet afgesloten. Gaat hij daar op zoek naar Elias, denk je? In het begin wel. Hij hoopt hem daar wel te vinden. Maar dat wordt zijn eigen toeristische ding wat hij daar doet. Dit is ook wel... in The Handmaid's Tale zit dit ook. Dat er, ook al is dat een hele repressieve samenleving, je hebt toch plekken nodig waar uitspattingen mogelijk zijn. En dit gebied leent zich daar natuurlijk heel goed voor. Het is wat brood en spelen, maar dan... Dit is een van de plekken waar mensen zich kunnen uitleven. Dat buitengebied, is dat ook een soort... een soort metafoor voor kunnen ontsnappen aan de bestaande orde? Ja, natuurlijk is het dat. Welke prijs betaal je daarvoor? Als je dus... Dat geldt in deze samenleving ook. Als jij echt niet mee wil draaien, van je wil gewoon niet braaf... Een baan en wat voor dingen. Ja. Nou ja, wat is dan de consequentie? Wat is je leven dan nog? Ja, je moet natuurlijk aan je eten en je drinken en je dak komen. Dat is daar, zoals in bezet gebied, zeer slecht geregeld. Maar sommige mensen lijken er ook de voorkeur aan te geven. Ja, we moeten niet te veel spoilen. Hier natuurlijk ook mensen die vrijwillig zwerven. Maar dat wordt dan wel heel moeilijk gemaakt door een samenleving die liever alles gewoon op orde heeft. En orde is wel in dat tweede deel het belangrijkste voor het heersende regime. Is die samenleving ook privacyloos, vind je? Die nieuwe bestaande orde. Is er nog een manier om een soort met jezelf te zijn, een eigen intimiteit met jezelf erop na te houden? Ik denk dat dat heel erg moeilijk is in deze samenleving, ja. Want zou je kunnen zeggen dat Vico en Fana dat toch al wel aan het doen zijn op hun eigen manier? Ze proberen het wel. Ze proberen het wel.
Hoe doet Fico dat? Wat Fico heeft, hij heeft een tuintje gemaakt binnen zijn... Hij woont op een woonboot. Tuintje. Hij noemt het de jungle. Het is een klein tropisch regenwoudje dat hij daar verzorgt. En daar vindt hij een tegenwicht tegen die wereld waar buiten dus een strikt groen beleid wordt gevoerd. Ja, dat komt ook beangstigend dichtbij. En Fana, die zet als ze thuis komt een soort virtuele bril op. Ja, en zij... zegt planeet. Of, zij doet trainingsmissies voor, voor om naar een verre planeet te gaan. En dat is ook echt... De mensen hier, dat heeft het regime heel goed uitgedacht. Je moet mensen, als je ze tevreden wil houden binnen zo'n repressief regime, wel mogelijkheden geven om nog hoop te houden. En om een zekere zingeving. Dus ze hebben zingevingsopties voor de mensen. En voor Fana is dat dan ook, dat ze misschien ooit eens toch naar zo'n planeet gaan. Ja. Dus ze hebben een saldo. Ze hebben zingevingsoptie. Wat is de zingevingsoptie van Fico? Dat is het bezoek aan het buitengebied. Ja. En ze hebben een nachtmerriearchief. Ja. Hoe werkt dat? Nu heb je ook gelijk alle... Anders denken mensen misschien dat het heel ingewikkeld is. Maar dit zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van deze wereld. Die drie dingen. Ja. Hoe werkt het nachtmerriearchief? Ja. Hoe werkt dat? Als mensen bij Fana of iemand anders daar in behandeling komen, dan leggen ze eigenlijk heel veel intiems op tafel bij haar. Vrijwillig. Ja, vrijwillig. Ook door, gebruik te maken van die rustruimte, komen die mensen die in dat bedrijf werken, therapeuten, komen heel veel intiems over die mensen te weten. En op het moment dat jouw saldo te laag wordt, dan wordt er voor jou, van jou, een filmpje gemaakt dat, dat jou eigenlijk zo hard mogelijk moet raken. Dat jouw kwetsbaarheden, jouw kwetsbaarheden tentoonspreidt. Ja, dat is soms best wel gruwelijk om te lezen. Maar is het nou zo dat Fana al die privé, intieme zaken aan de mens ontfutselt ten dienste van dat soort nachtmerries die worden gecreëerd om die personen te vernederen? Dus zij moet mee in dat bedrijfsmodel, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, zij heeft een hele dubbele houding. Want eigenlijk al de dubbele houding van een therapeut nu is, die enerzijds die cliënt wil helpen, genezen, helpen. Hm. En anderzijds gebonden zit aan, van de verzekering mag ik zoveel sessies geven. Yeah. Dat is ook een dubbele, je hebt twee belangen. En als ik te veel sessies gebruik, dan is dat niet goed voor mijn bedrijf. En dit is een uitvergroting daarvan, dat ze dus tegelijkertijd nog hoopt dat ze die mensen terug kan brengen in die samenleving. En als het erop lijkt dat dat niet lukt, dan is dat het andere verdienmodel. Ja, het is cynisch, maar het is ook beangstigend, omdat het veel lijkt in allerlei opzichten op de huidige tijd, vind ik dan. Het doet me opeens denken aan de vraag die op de universiteit in het eerste deel door Kaminska wordt gesteld. En dat blijft ook onbeantwoord. Daar heb ik allemaal over zitten nadenken, kwam er niet echt uit. Maar op een gegeven moment zegt ze zoiets als... wat is het verschil tussen een sociale fobie en een xenofobie? Ik noem maar wat. Waarom vinden we het een wel iets wat als een soort probleem moet worden aangeduid en moet worden behandeld en genezen, en het andere niet? Ja. Wat maakt een stoornis een stoornis? Ja, dat is natuurlijk... Dat zijn sociale afspraken. Dat zijn gewoon afspraken, toch? Ja, dat is eigenlijk... Lijdensdruk hebben we altijd geleerd bij psychologie. Als iemand zelf lijdensdruk voelt, dan wil die in therapie. En dat betekent dus dat mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, die wel netjes in de DSM staat, die zullen zich niet zo snel aanmelden voor therapie als iemand met een sociale angststoornis, die daar bijna elke dag
last van heeft. Ja, deze, en dat is dat boek met al die stoornissen opgezond, die pil. Ja, want zou je zeggen dat die nieuwe orde, die natuurlijk de verwerkeling is van dominantie aan de dominant op dat buitengebied na, zou je zeggen dat dat een soort totaal narcistische samenleving is, waarbij dat niet meer wordt gezien als een probleem. Het probleem is juist als je niet, als je niet aanpast. Ja. Ja, ik heb dit boek geschreven in de periode dat Trump president was. Ik denk dat dat al heel veel zegt. Dat zit er wel. Oh ja, dat las ik ook. Een pestkop-samenleving. De pestkop is ineens de baas. En zo gaan we onze samenleving inrichten. En, heb je ook het gevoel dat dat steeds erger wordt nu? Even los van het boek even, waar we nu in zitten in deze tijd? Of is in jouw doemdenken? Ik denk wel dat het in die periode steeds erger werd. En ik hoop dat door hoezeer dat uit de hand is gelopen, wat je ook zag bij corona, dat de sterke mannen niet de beste bescherming bieden aan hun inwoners, dat we daarvan zijn teruggekomen. Dat we hebben gezien van, oké, misschien. Dit is een heel vaag we. Maar, maar bijvoorbeeld in Amerika, dat al is het op het nippertje, dat er dan toch een heel andere president komt, die eigenlijk juist een toonbeeld is van fragiliteit. Ja, en waarom zegt inderdaad, het is bijna aandoenlijk om te zien. Misschien, ja. Ja, ik vraag me nu af. En we staan zo onder de invloed van Amerika dat ik denk dat dat hier ook zijn weerslag heeft. Want je hebt hier natuurlijk wel die bewegingen met een soort terugkerend element van trots. Dat is eigenlijk ook niet nieuw. Hè? Als we kijken naar, het was nou met Rita Verdonk, die had zelfs een politieke partij toen, Trots op Nederland. Snap jij dat fenomeen, trots zijn, überhaupt? Leg het maar uit. Ik vind het zo raar. Natuurlijk wil je trots zijn op iets wat. Ik denk dat mensen die wat meer literatuur lezen dat misschien wat minder hebben dan. Dat is een gevaarlijke uitspraak. Maar voor heel veel mensen, misschien de meeste mensen, die willen tot een gemeenschap behoren. En je wil trots kunnen zijn op die gemeenschap. En wij kunnen dat vinden door wereldliteratuur te lezen en te denken, daar horen wij bij. En dat heeft al zijn eigen plek. En dan kunnen we weer boos zijn dat mensen te weinig lezen. Dat is dan onze strijd. Maar voor andere mensen is een land. Een land is een hele logisch ding om je mee te identificeren. En te zeggen, nou, dat is mijn land. Ik ben daar geboren. Ik ben daar trots op. Ik vind dat niet gek. Ik vind het ook niet per se kwalijk. Het heeft een gevaarlijke dimensie, zoals heel veel zaken een gevaarlijke dimensie hebben als je ze gaat overdrijven. Oké. Nou ja, ik heb het idee dat het een beetje ook als het om literatuur gaat, maar ook om op je traditie of land, een beetje een elitair gebeuren is ook, eerlijk gezegd. Ik kan me niet zo, maar misschien heb ik het mis, voorstellen dat mensen in allerlei banen waarbij ze gewoon fysieke arbeid verrichten, de hele tijd trots zijn op de VOC of zo. Ik vind dat toch een soort elitair, universitair dingetje. Het is heel 19e eeuws natuurlijk. Überhaupt het idee van een natie. En ja, eigenlijk zou je, het zou mooi zijn als mensen juist meer het lokale, daar trots op zijn. Die beweging heb je natuurlijk ook wel. Maar die behoefte aan trots op de groep waar je bij hoort, dat lijkt me vrij universeel. Nou ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Wat ook in je boek nog terugkomt, is Fana en haar zus Arissa zijn van Iraanse afkomst. En de moeder leest een prachtig verhaal voor. Is dat zeg maar ook een verhaal wat echt al bestond? Nee, nou, het is prachtig. Prachtig verzonnen. Hoe kom je erbij om juist die migratieachtergrond, of een migratieachtergrond, of in ieder geval Hafez, de dichter, zo in het boek te laten doorklinken? Ja. Is dat zeg maar gewoon een spontaan idee? Of? Het is enerzijds spontaan idee. Het is wel
Ik heb zelf een semester in Toronto gestudeerd. Mm-hmm. En toen waren daar twee Iraanse studenten. En die... Ik vond het heel mooi hoeveel liefde zij dus voor hun cultuur hadden. En met name dus die schriftcultuur, die dichters, Rumi en Hafez. En dat zij dat dus ook echt mee hadden genomen naar Canada. Dus zij hadden eigenlijk altijd in die zin hun identiteit, hun groepsidentiteit en trots op die groepsidentiteit bij zich. En kijk, daar zie je dat is wel een vruchtbare trots. Want dat, er is niks mis met Hafez. Misschien kan iemand iets verzinnen, maar... Nou, ik niet. Ik ben hem door dit boek weer gaan lezen. Ja. En het toeval wil trouwens dat hier bij de universiteitsbibliotheek... veel mensen, jonge mensen, werkstudenten worden ze genoemd... maar gewoon die de mensen aan de balie ook helpen... van Iraanse afkomst zijn. Dus... Ja, het is een cultuur met een trots op dichters. En dat merk je dus ook in hoe die moeder vertelt. Die vertelt graag en die vertelt graag op een ik ga er al zo bij bewegen, op zo'n manier. Nee, helemaal, zij heeft ook echt een ander soort spraak dan de andere personages. En voor mij is dat iets wat Fana helpt en wat bij Vico ontbreekt. Dus in die zin... een gezonde vorm van trots. Ja, Fico mist wel, vreemd genoeg, meer gronding dan Fana... die toch uit een gezin komt van mensen die gemigreerd... of al onze moeder is gemigreerd. Dat is wel een opvallend verschil. Hij heeft eigenlijk, want de relatie tot zijn vader... die is ook heel kwetsbaar of dat is een soort wederzijds onbegrip. Die is heel problematisch. Ja. Nou goed, dat moeten de mensen maar lezen. Ja. Ik vraag me eigenlijk af, zullen we... wat vind je? Zullen we nog een fragment doen? Misschien het moment dat Elias, waarmee die samen is gaan wonen... Liever niet. Nee. Dat is zo naar. Dat is een te naar fragment, ja. Oké. Nou. Hebben we niet nog iets moois? Oh, qua fragment. Ja, er is genoeg moois. Even kijken, hoor. Ik vind, als we iets van Fico doen, vind ik het wel mooi om dat fragment te doen rond pagina, ik geloof dat het 59 is. Zo. Dat een beetje uitlegt wat hij vindt in die jongens. Ah, ja, misschien wil je even kijken. Ja, ik zal even kijken. Het is wel mooi om toch nog met een fragment te eindigen. Ja. Ja, heb je hem? Ja, dit is het. Ik wist dat dit pagina 59 was, omdat ik dit eerder een keer heb gelezen. Dus hij worstelt met zijn... En waar zijn we nu? Hij is in het eerste deel... Het is in het eerste deel dat die club jongens waar die bij zit... die eigenlijk eerst gewoon jongens die online een beetje lolschoppen was... Dit is trouwens echt gebeurd met de Proud Boys. Dit is heel... Oh, dat wilde ik nog vragen. Ik denk, hoe is dat nou gegaan? Ja, de Proud Boys, dat was ook een club jongens... die eigenlijk vooral online actief was op fora. En die hadden dan kleine chapters. En daar gingen ze dan stoer doen met elkaar en lol uithalen. Het is echt gebeurd, ja. Ik heb ook in die VPRO reisserie die ik heb gemaakt, Paradijs Canada, hebben we ook Proud Boys bezocht. Dat was helemaal geen vraag van zullen we die wel of niet bezoeken. Maar nou is het een terroristische organisatie in Canada. Ze zijn officieel tot terroristische organisatie bestempeld. Ze zijn levend vandaan gekomen. Ja, maar ja, die jongens, dat waren gewoon hele klunzig, is een beetje gemeen om te zeggen, maar dat waren ze wel. Dat was gewoon een groepje jongens die verder niet zoveel, mannen, die niet zoveel te doen had. In... Opgepompte spierinkjes misschien. Ja, niet eens. Nee, niet eens. Nee. Mannen die weinig te doen hadden in dat buitenwijk, dat dorp waar ze woonden. En die zochten naar een soort fraternity. Zo noemden ze het ook echt. Zo zien ze het. Van dit is een fraternity. Ja, ja. En we zijn niet racistisch. Dat officieel, volgens mij zijn ze dat ook niet. Ze zijn wel officieel seksistisch. Daar maken ze geen probleem van. Oh. Iedereen mag seksistisch zijn. Dat is geen probleem. Dat is kennelijk geen probleem.
En ze zijn voor wapenbezit. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die ze nu zo in de problemen heeft gebracht. Want in Amerika zijn er natuurlijk wel duidelijke racistische groepjes van die Proud Boys gekomen. En zij lopen gewoon rond met semi-automatische wapens. Want ze, ja, exactly. Ja, ja. Dat vinden ze belangrijk. Ze willen stoere mannen zijn. Dus ja, dat is daar behoorlijk... Een soort angst voor de staat. Het is helemaal ontspoord met die Proud Boys, waar deze trotse jongens ook op gebaseerd zijn. En dat is eenzelfde ontwikkeling die ik... Breng ons terug met een voorproefje. Nou, wat ik hier... Of wat Fico hier probeert te verwoorden, is wat hem zo aantrekt in die groep. En er is een incident geweest, eigenlijk een racistisch incident, waarbij hij ook iemand heeft geschopt. En dat probeert hij voor zichzelf te bedenken van wat is dit in mij? Hm. Ja, ik weet het weer. Ja, ja. Dus ik zal eigenlijk middenin beginnen. Ja. Maar er was ook dat andere deel. Het deel van hem dat opleefde. Brute energie die op het punt staat te worden losgelaten. De durf om te verpulveren. Hoe kan hij dat niet aantrekkelijk vinden? Hij heeft het zelf ook in zich. Een drift, een levenskracht. Of toch een monster dat binnenin hem sluimert en soms gewekt wordt. Hij hoorde het grommen toen hij tegen het dijbeen van die man trapte. Zijn voet had bewogen als die van een ander, maar het gevoel was van hem geweest, niet te ontkennen. Een vreemdsoortige gelukzaligheid. Een warmte vergelijkbaar, misschien, met het gelijktijdig ervaren van een orgasme met iemand die je meer lief hebt dan jezelf. Zo stelt hij zich dat voor. Oceanisch. Dit deel van hem voelt echter dan wat dan ook. Levender. Gevaarlijker. Als hij het vrij spel geeft, wat voor iemand wordt hij dan? Hij kijkt om zich heen of hij nog goed loopt. Slaat een laan in vol plompe platanen, trollenbomen. De enige bomen die deze stad overleven, die alles verdragen, hoeveel rotzooi je ook de lucht of de bodem inpompt. Een groepje pubers fietst joelend voorbij. Hun kreten vullen de avondlucht met verwachting. Hij voelt het onmiddellijk in zijn eigen onderbuik. Een flart, een snipper van wat hij ervaart als hij samen met de jongens de straat opstormt. Lachend, briesend, de spieren gespannen. Als hij met de jongens op straat is, voelt hij zich, voor een uurtje of twee, de metalen man, nooit meer klein te krijgen. Hoe alle woede die hij in zich heeft naar buiten mag, wordt toegejuicht, omarmd. Hoe hij zijn eigen stem over de straat hoort schallen en hoe die in plaats van dood te slaan tegen de tegels wordt versterkt, opgepakt en gedragen door de stemmen van de anderen. Hoe die zijn roep beantwoorden, herhalen als in een kanon, een mannenkoor. Geen benauwdheid meer, geen zorgen, dominantie aan de dominante. Het samen optrekken, de knipogen, het vriendschappelijke porren. Het is broederschap. Hij heeft er geen beter woord voor. Mijn eigen suffe kwetsuren, denkt hij, die doen er ook niet toe. Het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om die zij. Het gaat alleen maar om het wij. Ja, als de mensen nu niet meer gaan lezen, dan weet ik het niet meer. Dan verbannen we ze naar het buitengebied. Ja, heel, heel erg bedankt. Ik vond het een fantastisch boek. Ik wil je nog één vraag stellen en dat is... Ja, je hebt me toevertrouwd dat je al eens anders bezig bent. Heb je al enig idee waar dat naartoe gaat? Wil je dat nog voor je houden? Of wanneer mogen we dat verwachten? Het wordt autobiografisch. En het wordt echt... Deze personages hebben moeite met kwetsbaar zijn. En ik probeer mij in dat boek heel kwetsbaar op te stellen. Dus het is een worsteling. En ik hoop dat het eind van dit jaar af is. Wauw. Nou, dat is lekker snel. Daar hebben we zin in. Mooi dat je weer, want net als in het eerste heb je nu weer een ander en weer een ander boek. Dat type schrijvers, daar houden we van. Niet steeds hetzelfde boek. Niet steeds hetzelfde boek. Heel erg bedankt, Amy. Nou, jij bedankt. Jo. En heel graag gedaan. Oké.